Yo, wat up gasten van Barjotown en Roggel, mijn halve bek onder. Oh, even buiten beeld. Oh, weg ermee. Hallo jongens van Barjotown, hoe gaat het met jullie? Met mij gaat alles goed. Het is vandaag weer een hele lekkere zonnige dag en alles is goed gegaan. Kijk, oh, ik heb wel zweetoksels. Oh mijn god, ik heb gisteren natuurlijk weer alle reacties gelezen. En er sowieso heel veel mensen vragen mij, Bardo, als je reacties pakt, waar pak je die dan van? Van alle video's op Barjotown van de afgelopen week. Dus wil jij in een reactievideo komen, reageer dan op de afgelopen week op Barjotown video's. Daar hangt de poster, jongens en meisjes, van The Hobbit. Zoals je kan zien, die poster hangt heel scheef en omgekeerd, valt me nu op. Zie je dat daar het logo van de poster staat bovenaan in beeld? Nou ja, de poster hangt omgekeerd, scheef. En dit ding, dit is echt, slaat nergens op wat die er nog hangt. Maar jongens, vandaag heb ik heel goed nieuws, want Barjopia is goed gegaan. Ik heb hier allemaal aantekeningetjes. Oh ja, dat ontving ik gisteren ook heel veel reacties van Bardo, waarom werk jij nog met mappen? Nu heb ik in één keer een hele andere map. Gisteren was de groene. De groene heb ik hier nog. Kijk, dit is de groene. Waarom werk ik met deze mappen voor Banjo Movies? Omdat ik elektronica redelijk haat. Ik vind het gewoon veel fijner om dingen uit te schrijven en daarna over te typen op de computer en dan te verbeteren. Want als je iets op de computer hebt staan en je wordt gehackt, er gebeurt iets, ja, dan liggen alsnog 20 Banjo Movies op straat die ik nooit meer ga opnemen. Hoe leuk ze ook zouden kunnen zijn, dat zou ik jammer vinden. Nou, in ieder geval jongens, vanaf morgen is er weer een Banjopia. Ik ga gewoon mijn lijstje aflezen nu, YOLO. Vanaf morgen is er weer een Banjopia. En de Banjopia afleveringen worden langer dan 15 minuten per aflevering. Eindelijk, Bardo, geen 10 minuten afleveringen. Nee, merendeel zal... Oh, daar ging de camera bijna. Maar merendeel zal zelfs 20 minuten worden aan afleveringen. Toevallig is er vandaag één aflevering geweest die echt 12 minuten is. Maar ja, so be it. Tot nu toe dus één aflevering eronder, maar voor de rest, ja, je snapt hem. Dan vervolgens fanart. Ik heb fanart aan het begin van elke aflevering gedaan. Mocht jij fanart hebben wat wij moeten bekijken, stuur het dan op naar banjomovies@gmail.com. Nogmaals, banjomovies@gmail.com. Er is geen intro praatje meer van welkom bij Barjopia met vandaag. Dat heb ik eruit gehaald, dat monteert wat makkelijker. He, laten we reëel wezen. Geen muziek, want muziek, daar waren mensen ook heel erg verdeeld over of de achtergrondmuziek in Barjopia nou wel of niet leuk was. En ik had zoiets van, ja, fuck it, we hebben al 2 weken lang geen Barjopia gehad. Dan maar gewoon even alles doorrenderen zonder muziek. YOLO waterpolo, zou Rick zeggen. Vervolgens... ja, de renderfout is opgelost, want alles ging fout met renderen. Ruben van House of Comedy. Ruben van House of Comedy. Ik zeg nog een keer, House of Comedy. Die heeft me gered met het renderprobleempje. Dus check allemaal het kanaal van House of Comedy. Ik zou zeggen, als je het wil zoeken, typ het hierboven in en je komt uit bij House of Comedy. Bedank hem even ook en doe alles wat je wil. Dan nog 2 laatste dingetjes. Je kan nog altijd jouw eigen slofskin downloaden op www.teamsloft.nl. Laten we even eerlijk wezen. Iedereen vindt dat leuk om verkleed te gaan als slof à la Banjopia. Nou, en als laatste. Dit leek mij heel cool. Het zit namelijk zo. Mijn serie is al opgenomen. Maar Banjopia loopt nu 14 afleveringen. 15 geloof ik. Maar er zijn mogelijkheden om jullie mee te laten spelen. Ja! Waarom doe ik dat niet? Ik weet het niet. Dus bij deze jongens en meisjes. Ik ga in de beschrijving een linkje zetten naar de wereld. Helemaal nieuw. Spiksplinternieuw. Download die map. En begin je eigen Banjopia. Ik zou zeggen, doe het gewoon. Het is een totaal nieuwe spiksplinternieuwe map. Heb jij een gamekanaal? Wil je meedoen met Banjopia? Download die map. Ik ga de video's checken. Ik zal reageren. Ik ga proberen mee te kijken met wat anderen maken in mijn map eigenlijk. In de Banjopia map. Want nogmaals, mijn serie is al opgenomen. Ik ben al dood gegaan. Voor mij is alles klaar. Maar voor jullie gaat het avontuur nu pas beginnen. Linkje in de beschrijving naar de map van Banjopia. Die wil je zeker weten hebben. Voor de rest, ik hoop dat jullie er zin in hebben. Vanaf morgen Banjopia om 3 uur elke dag op Banjotown. Eindelijk weer. Ik ben zo blij dat het eindelijk is gelukt. Na 2 weken zwoegen is dit echt... Kijk, ik ben blij voor jullie dat jullie Banjopia krijgen, maar ik ben nog blijer voor mezelf dat ik er vanaf ben, zeg maar. Dat ik eindelijk weer kan monteren. Daar heb ik zo lang op gewacht. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze video en ik check jullie later met Banjopia dan. Want je kan beter eerst hier beneden die map downloaden en dan check ik jullie later.